De Culex-muskiet, die de samenleving nu teistert en op vele plaatsen voorkomt, is niet zo gevaarlijk. Dit zei minister Amar Ramadien van Volksgezondheid gisteren, kort voor de vergadering van de ministerraad. De bewindsman stelt dat het ministerie zaken op de voet volgt, met de toevoeging dat de muskieten die Zika, malaria en chikungunya overdragen, nu niet aan de orde zijn bij de huidige muskietenplaag. Kijk, we leven in een tropisch land, in een klimaat waarbij muggen geen onbekende aanwezigheid zijn, geen onbekend fenomeen zijn in Suriname. En je hebt nu en dan wat toename, de seizoenen spelen ook een rol. Maar de climate change moeten we niet onderschatten, de effecten daarvan. Dat hebben we gemerkt bij overstromingen, dat er broedplaatsen ontstaan, dat daardoor meer muggen toenemen. We hebben het gemerkt in Nikeri met rijstvelden die lang braak liggen. We merken ook in Paramaribo en andere districten waar er heel veel broedplaatsen ontwikkeld zijn door mensen, dus humane oorzaken. We merken dat dat invloed heeft op de ontwikkeling, de levenscyclus van muggen. Dus we moeten dat niet onderschatten. Waar het ministerie van Volksgezondheid zich zorgen over zal maken, is wanneer er een toename is van Aedes aegypti, van Anopheles. Dat zijn muggen die ziekten kunnen veroorzaken. Volgens Ramadien is tot nu toe niet geconstateerd dat er iets zorgwekkend gebeurt wat betreft de plaag. Niet alle muggen zijn in staat om ziekten over te dragen. U hebt een naam genoemd Culex. Culex is de algemene mug die we kennen. Die komt in overwegend voor. Die heeft geen enkele rol bij het overdragen van ziektes. Nou, dus als Culex is het meer een discomfortabele situatie waarbij mensen gewoon last hebben van muggen. Maar ziekten worden overgedragen door specifieke muggen. En wij volgen de trend. U weet, een poosje terug was dengue, dus dengue situatie aan het verergeren. We hebben daar ook de nodige inspecties gedaan, voorlichting gegeven. We hebben mensen geleerd, weet je, broedplaatsen, inderdaad, drie directie, moeten opruimen, we moeten massaal. Dus ik zeg, het ministerie van Volksgezondheid alleen gaat de muggenplaag niet kunnen bestrijden. De bewindsman zegt dat er nu campagnes worden voorbereid met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en andere belanghebbende organisaties. Hiermee kan worden ingespeeld op toekomstige uitdagingen met gevaarlijke muskietensoorten.